Nee! Oh my god! Beste redding ooit! Red jezelf nu het nog kan. Ja, verschil je maar, jij dwaas. Verschil je maar. Doe maar alsof je er niet bent. Maar ik weet dat je er bent. Yo, kijkers van Doe Maar Gamen. Awesome dat jullie allemaal weer kijken naar deze gloednieuwe aflevering van Minecraft Skywars. Hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Mijn naam is Job en ik ben weer teruggekeerd. Fuck yeah, we hebben alweer direct een enderpearl. Mijn naam is Job en ik ben weer teruggekeerd in de CubeCraft Game Server. Om er even lekker te gaan genieten van de ultieme Minecraft Skywars experience. En ik heb er weer een hele hoop zin in om deze nieuwe aflevering van Minecraft Skywars voor jullie op te gaan nemen. Ik ben al gelijk een beetje mijn inventaris aan het inventariseren. Want zoals jullie kunnen zien heb ik namelijk weer een enderpearl erbij gekregen. En jullie weten waarschijnlijk wel dat ik die ongelooflijk goed kan gaan gebruiken. Dus ik heb mijzelf even snel naar het midden toe geteleporteerd. Ik pak direct even mijn bow erbij. En ik ga gelijk even kijken wat ik in deze kist kan vinden. Jammer genoeg zit er niet heel erg veel nuttigs in, maar uiteraard is het altijd zo dat je beter iets kunt krijgen dan helemaal niets. Dus je hoort mij eigenlijk ook niet echt klagen, want ik heb nu in ieder geval weer spullen weggepakt. En fuck yeah, jongens en meisjes. We hebben alweer direct een nieuwe kill erbij weten te maken, wat ongelooflijk awesome is. En ondertussen wil ik eigenlijk even kijken of ik hun twee onderuit zou kunnen halen. Want daar zijn namelijk twee mensen die zeer waarschijnlijk aan het teamen zijn. En het zou dus heel erg fijn zijn als ik één van die twee mensen onderuit zou weten te halen. In verband met het feit dat als ik dat niet doe, dat ze mij dan zeer waarschijnlijk onderuit gaan halen. Dus wat ik doe, is ik ga even proberen bij ze te komen. Zeer waarschijnlijk gaan ze mij wel proberen onderuit te halen. En holy shit! Oké, ik wil eerlijk gezegd tegen jullie zeggen, hey, er zijn weer twee mensen die aan het team zijn. Zullen wij er even een kijkje gaan nemen? Maar schijnbaar vond de CubeCraft Game Server het niet zo goed idee dat ik daar een kijkje ga nemen. Laten we anders maar gelijk doorgaan naar het volgende potje Minecraft Skywars. En laten wij maar snel vergeten wat er gebeurd is in dit potje Minecraft Skywars. Let's go! Oké, jongens en meisjes, ik zit momenteel in de one and only The End map. En ik heb er weer ongelooflijk veel zin in om deze map weer eens een keertje te gaan spelen. Want voor mijn gevoel is het namelijk alweer een flinke tijd geleden dat ik voor de allerlaatste keer in de The End map heb gespeeld. En vroeger zei ik altijd The End map, maar het is uiteraard de The End map. Want The End is uiteraard de plek waar je de End Dragon moet verslaan in Minecraft. Wat uiteraard ook een van de dingen is waar Minecraft om draait. Dat je uiteraard probeert de End Dragon te verslaan. En wanneer je dat gedaan hebt, zie je uiteraard de aftiteling van Minecraft, et cetera, et cetera. Maar dat even terzijde, ik heb serieus geen idee waarom ik dat tegen jullie vertel. Ik vond het wel een leuk The More You Know momentje. Al denk ik wel dat de meeste mensen die deze video kijken al wel wisten dat de Ender Dragon uiteraard het soort van de eindbaas is van Minecraft. En ik word al zo goed als gelijk van mijn eilandje afgegooid. Wat uiteraard niet echt de bedoeling is. Dus wat ik doe is ik kijk ondertussen heel even of ik die pijlen kan meenemen inderdaad. En ik geloof dat ik zojuist door hem bekogeld werd. Dus het zou fijn zijn, fuck yeah, als ik hem inderdaad even kon doodmaken. En nu ik hem heb doodgemaakt ga ik gelijk even kijken of ik die buurman ook kan gaan doodmaken. Want ik denk namelijk dat mij dat wel moet gaan lukken. Come on, come on, come on. Als een baas. Oké, we hebben dus gelijk al even onze buren uitgeschakeld. Wat over het algemeen gezien alweer een ongelooflijk groot voordeel is. Want daardoor kunnen we dus gelijk naar ze toe gaan. Al moet ik wel goed uitkijken voor mijn andere tegenstanders. Die ook heel erg hun best aan het doen zijn om mij onderuit te halen. Ik weet niet zo goed wie mij momenteel aan het beschieten is. En hij doet in ieder geval wel heel erg zijn best daarvoor. En ik zou eigenlijk heel even moeten kijken of ik hem onderuit kan halen. Weet je, YOLO. Skywars is geen Skywars zonder risico's. Dus let's freaking go for it. Oh, nice. Die kerel die had gewoon een ender pearl bij zich. Wat? Hij had serieus waarschijnlijk niet eens door dat hij een enderpearl bij zich had. Of hij moest hem nog gaan gebruiken. Eén van die twee in ieder geval. Wat ik even ga doen is ik ga heel even kijken of hier misschien ook nog wat spullen liggen. Want fuck yeah! Ik heb waarschijnlijk nu full diamond gear door hem weten te krijgen. En tegelijkertijd heb ik ook nog eens een god apple weten te krijgen. Wat ook wel weer een ongelooflijk groot voordeel is. Dus wat ik doe is ik trek heel even mijn boots aan. Ik teleporteer mezelf naar het midden toe. Hopelijk gooide ik mezelf niet te ver weg. Nee, ik heb mezelf precies goed gegooid. En ik neem direct even alle spullen mee die ik hier fuck you, bitch! Nice! Oh my god! Letterlijk in één klap! Fuck yeah! Oké, ik pak gelijk even mijn punch 3 bodem bij. Want die kan ik namelijk ongelooflijk goed gebruiken. En ondertussen ben ik een beetje rond aan het kijken of ik hier misschien nog wat handige dingen kan vinden. En ik moet eigenlijk heel even kijken of ik die tegenspeler daar onderuit kan gaan halen. Oké, hier liggen echt zo ongelooflijk veel spullen, jongens en meisjes. Het is echt insane gewoon. Ik moet alleen even kijken of ik die kerel daar verderop onderuit kan halen. Want die is namelijk keer op keer op mij aan het schieten. En dat begint momenteel een heel klein beetje vervelend te worden. Dus laat ik eens heel even kijken of ik hem misschien onderuit zou kunnen halen. Al denk ik eerlijk gezegd wel dat ik daar het beste
beste mijn powerbow voor kan gebruiken. Voor de mensen die denken, Job, waarom gebruik je niet gewoon je punchbow? Daarmee kun je hem toch een terugslag geven. Dat klopt, je punchbow kun je inderdaad goed gebruiken voor bijvoorbeeld die gasten daar. Of voor hem. Oeh, ik raakte hem ook nog bijna, guys. Holy shit! Nee! Fuck! Shit, 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 shit! Het ging zo ongelooflijk goed! Ik was eindelijk in het midden van deze map. Ik was ongelooflijk blij met alle spullen die ik had weten te verzamelen. Maar schijnbaar vond de CubeCraft Game Server het net iets te mooi om waar te zijn. Want, of nou ja, de CubeCraft Game Server had eigenlijk op het moment van wat er net gebeurde niet heel erg veel invloed. Want het was namelijk een of andere vervelende tegenspeler die het nodig vond om mij onderuit te halen. Maar dat even terzijde, ik ben in ieder geval wel even tijdelijk koning van het midden geweest. Wat over het algemeen gezien wel weer een hele epische ervaring was. En laten wij dan direct doorgaan naar het volgende potje Minecraft Skywars uit deze gloednieuwe aflevering ervan. Let's go! Oké, jongens en meisjes, ik zit momenteel in de Nethermap. En ik vind het best wel ironisch dat ik ditmaal in de Nethermap speel. Want dan hebben we eigenlijk in de twee dimensies van Minecraft eigenlijk gespeeld. Want je hebt natuurlijk de overworld, oftewel de normale Minecraft wereld. Je hebt uiteraard de Nether, oftewel een soort van de vuurplek van Minecraft. En zo heb je uiteraard, fuck yeah, een enderpearl. Tenminste, zo heb je niet uiteraard een enderpearl. Dat heb je natuurlijk ook in Minecraft. Maar dat heeft natuurlijk niet zoveel te maken met de dimensies waar ik het momenteel over heb. Maar zo heb je bijvoorbeeld dus ook nog die end. En fuck yeah, ik heb gewoon letterlijk in elke kist die ik op mijn eilandje had, heb ik gewoon een enderpearl weten te krijgen. En ik moet eerlijk toegeven, jongens en meisjes, dat is mij nog niet zo heel erg vaak gebeurd. Meestal is het namelijk zo dat ik of een enderpearl krijg en bijvoorbeeld heel erg veel slechte shit, of heel erg veel goede shit, maar geen enderpearl. Maar momenteel heb ik dus gewoon twee enderpearls weten te krijgen en tegelijkertijd ook nog heel erg veel andere goede gear. Dus mij hoor je ditmaal totaal niet klagen. Ik pak gelijk even een van mijn enderpearls erbij en ik kijk ook gelijk even welk zwaard ik het beste bij mij kan houden. Dat is namelijk over het algemeen gezien ook wel heel erg handig om te weten. En dan teleporteer ik mezelf direct even naar het midden toe om heel even te kijken wat voor epische shit ik hier allemaal wel niet kan gaan vinden. Daar ben ik namelijk wel heel erg benieuwd naar. En ik word al... Nee! Oh nee! Ik moet snel mijn enderpearl erbij pakken. Fuck! Ik denk van misschien kan ik mezelf nog redden, maar schijnbaar bleek niets minder waar te zijn. Laten we anders maar gewoon snel doorgaan naar het volgende potje. Oké, jongens en meisjes. Ik zit momenteel in de one and only Snakes map. En ik zal gelijk natuurlijk weer even de overpowerde pakketten selecteren. Want ik vind het namelijk ongelooflijk awesome als alle kisten weer van die overpowerde loot bevatten. Dus laten wij er weer lekker tegenaan gaan. En laten wij eens even gaan kijken hoe dit nieuwe potje van Minecraft Skywars in zijn werking gaat. Dit is eigenlijk een van de iets nieuwere Minecraft Skywars mappen. Maar naar mijn mening ook een van de iets leukere Skywars mappen. Want ik hou namelijk, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, heel erg van de iets gedetailleerdere mappen. Dus de map met een echt een heel gedetailleerd thema, zoals bijvoorbeeld de Mystic map, de Piraten map, de Rainbow map, maar dus ook de Snakes map. En ik zal dus gelijk even al mijn goede gear uit de kisten gaan pakken, want dat kan ik zeer waarschijnlijk heel erg goed gaan gebruiken. Laat ik ook maar gelijk even mijn helm aandoen. Laat ik maar even mijn goede zwaard erbij pakken, wat denk ik wel mijn Fire Aspect soort is. En laat ik ook maar gelijk even mijn Golden Apple erbij pakken, want ik denk namelijk dat ik die ook wel ongelooflijk goed kan gaan gebruiken. Dus jongens en meisjes, laten wij er lekker tegenaan gaan. Ik bouw mijzelf heel even naar boven in de hoop dat ik via de bovenkant van mijn eiland als het ware, ik weet niet echt of je het een eiland kunt noemen, maar jullie begrijpen waarschijnlijk wel wat ik bedoel, of ik daarna weer lekker verder kan gaan bouwen. En ik zou eigenlijk niet zo 1, 2, 3 weten waar ik mezelf dan naartoe zou moeten gaan bouwen. Maar we vinden waarschijnlijk wel een iets goeds waar we naartoe zouden kunnen gaan. Nee! Oh my god! Beste redding ooit! Red jezelf nu het nog kan! Red jezelf nu het nog kan! Ik moet mezelf heel even snel redden door dit hier weg te hakken. Nee, weet je wat ik doe? Ik eet eerst weer even een god apple. Want ik was namelijk zo net bijna dood gegaan, omdat ik namelijk bijna ervan werd afgeschoten. Omdat ik namelijk weer ongelooflijk riskant bezig was. Maar dat even terzijde. Ik probeer alsnog even terug te komen bij de plek waar ik net aan het bouwen was. Want ik wil namelijk best wel graag bij die plek komen. Kijk, hier zou ik ook naartoe kunnen gaan in principe. Oké, nice. Hier ben ik nu. Dan kan ik namelijk gelijk even kijken wat hierin zit. En fuck yeah. Ik heb... Oh, kut. Kut. Ja, verschil je maar, jij dwaas. Verschil je maar. Doe maar alsof je er niet bent. Maar ik weet dat je er bent. Ja, nice. Oh my god. Ik heb hem er nog af weten te schieten ook. Fuck je. Nee. Shit. Ik was zo ongelooflijk blij dat ik iemand er had weten af te schieten. Dat ik een klein beetje mijn eigen veiligheid was vergeten. Dat is best balen. Nou ja, jongens en meisjes. Ik wil jullie in ieder geval allemaal weer ongelooflijk bedanken voor het kijken van deze gloednieuwe aflevering van Minecraft Skywars. Hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen heb ik jou nou weten te vermaken met deze nieuwe aflevering van Minecraft Skywars. Dan kun je hem uiteraard even een blauw duimpje omhoog geven. Daarnaast kun je natuurlijk ook even op die mooie rode abonneerknop drukken hier onderaan de video. Op die manier blijf je namelijk geautomatiseerd 24/7 op de hoogte van alles wat ik doe rondom dit kanaal. Dan wil ik jullie allemaal weer ongelooflijk bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie graag weer terug. Geen idee waarom ik zo episch begin te praten.
En dan zie ik jullie graag weer terug bij de volgende aflevering van Minecraft Skywars. Hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Bedankt voor het kijken. Jullie zijn motherfucking bazen. En dan zeg ik tot de volgende keer. Later mensen.